Een van de nieuwkomers in de selectie bij FC Utrecht is Otman Boussaid. De rappe middenvelder kwam onlangs over van het failliet verklaarde Lierse SK. In de Domstad tekende Boussaid een contract voor 3 seizoenen. Team wist ik niet zoveel. Ik wist wel 2 Marokkaanse spelers, Labiat en Yassine Ayoub natuurlijk. Cyril ook, want hij heeft nog in België gespeeld, dus ik wist er al een paar van, maar niet echt veel spelers. Dus ja, nu moeten jullie nog leren kennen natuurlijk. En hebben we al gedaan, dus is prima voor mij. Heb je ook mede voor Utrecht gekozen omdat je ziet wat er met dit soort jongens is gebeurd? Een kleine deel, ja, natuurlijk. Is normaal. Utrecht staat bekend om... Die kunnen zeg maar beter werken met Marokkaanse jongens. En dat vind ik heel top. Natuurlijk, het moet langs beide kanten lopen. Ik moet ook mijn best doen, maar ik denk toch dat het goed gaat komen. Hoe is het voor jou om op deze leeftijd en bij een nieuwe ploeg te komen en in een andere stad te gaan wonen en dan ook nog eens op trainingskamp met een vrijwel onbekende groep voor jou te gaan? Ja, is heel spannend, zeker als jonge speler. Het is natuurlijk heel, hoe moet je dat zeggen, speciaal natuurlijk, want je leert daar gewoon heel veel dingen bij. Elke training, elke minuut word je gewoon beter en beter. En dat is wat ik nu nodig heb en wat ik voor gekozen heb. En natuurlijk als een groep als Utrecht, ja, dat is top, top. Een beetje wennen op het begin, maar ja, nu gaat het gewoon perfect. Ik zag onder andere dat je wel een klik hebt met Sean Kleiber. Ja, hij is een goede jongen. Het is gewoon leuk om met hem te praten natuurlijk. Heel goede speler. Ik vind hem wel een van de topspelers. Voor mij is het maar 1 doel dit jaar in, is gewoon minuten maken met de eerste ploeg. Als dat nu na 2019 is of ervoor, ik moet gewoon minuten maken en dat is voor mij het belangrijkste. Want als je al 18-jarige speelminuut kunt maken in de Eredivisie, is dat wel heel top. Ja, en ik zal er alles voor doen om dat te bereiken natuurlijk. Je wordt veel vergeleken met Dries Mertens. Ja, inderdaad. Ik apprecieer het heel, het is goed, maar ja. We zijn ongeveer even groot. We spelen een beetje dezelfde positie. Maar Mertens is Mertens. Wat hij hier heeft gedaan bij Utrecht was top. Ja, we gaan ook proberen om hetzelfde te doen natuurlijk. Als wij nou over 3 of 4 jaar weer een keer een interview hebben, waar sta je dan? Dan we gaan wel zien met de tijd. Hè. Dus ik kan dat nooit op voorhand zeggen. Misschien krijg ik binnen een paar weken een blessure. En ja, snap je? Dus ik kan dat nooit zeggen vanuit mijn eigen. Dus. Maar wat is ver in de toekomst kijken, je ultieme droom? Ja, is natuurlijk mijn grootste droom is op het allerhoogste niveau spelen natuurlijk. Champions League, WK, Europa League, ja, gewoon deze. Ik ben daar wel heel streng in. Ik maak de lat heel hoog en zo kan ik altijd werken. Dat is mijn doel natuurlijk. Ik wil gewoon een heel goed seizoen hebben. En een heel goede band hebben we natuurlijk met de sporters, want die zijn er al elke weekend, elke dag natuurlijk. Dus dat is iets heel belangrijk voor mij. In stadion Galgenwaard houden ze wel van rasvoetballers, dat weet je toch? Ja, dat weet ik al.